Wij zijn Jarek, Vivian en Benno. In 2021 bouwden we een bestelbus om tot zelfvoorzienende camper. In februari 2022 gingen we onze droom achterna. En sindsdien zijn we fulltime vanlifers. 3 dagen in de week werken we vanuit onze camper. Op de overige dagen reizen wij met veel plezier door Europa. We houden van avontuur, natuur en cultuur. We genieten volop van het leven onderweg. We beleven intense pieken, maar gaan ook door diepe dalen. Dit is ons verhaal. Het is vandaag maandag 24 oktober en vandaag bezoeken wij de Pont du Gard. Dat is een heel oud aqueduct, stamt nog uit de Romeinse tijd. Een van de beroemdste overblijfselen van de Romeinen hier trouwens. En bevindt zich vlakbij de stad Nîmes. Yes, het is gebouwd in de eerste eeuw na Christus. En het was een knap staaltje ingenieurswerk. Want voor dit aqueduct werd in totaal 50 kilometer aan pijplijn aangelegd. En ze moesten maar 23 centimeter overbruggen per kilometer. Ja, doe dat maar eens even na. Lukt jou niet? Mij zeker niet, nee. Nee, verder van. Mij ook niet hoor. Nou, het is heel mooi dat het nog steeds overeind staat na al die jaren. En toen dachten we, waarom niet eventjes er langs, nu we toch in de buurt zijn. Dan kunnen we wat mooie plaatjes schieten. Ben ook al lekker het water in. Kijk, mooie omstandigheden. Voor een leuke middag. Ja. Het is overigens het hoogste aqueduct uit de Romeinse tijd. En ook een van de best bewaarde gebouwen uit die tijd. Bouwwerken. Dus we gaan eens even lekker genieten. Ga je mee? Yes. Goedemorgen! Het is vandaag zondag 30 oktober. Een paar dagen geleden hebben wij het fantastisch imposante bouwwerk Pont du Gard bezocht uit de Romeinse tijd. Fantastisch mooi om te zien. Droombeelden zijn ook heel erg gaaf geworden. Maar het is alweer tijd voor de volgende bezienswaardigheid en dat is namelijk de Camargue-regio. Dat ligt vlakbij de stad Montpellier. En wat is dat nou? Nou, dat is een moeraslandschap van de Rhône-delta. Dus daar waar de Rhône in de Middellandse Zee terechtkomt. En dat gaan wij de komende 2 dagen bezoeken. Ik heb hier een kaartje voor me liggen. We hebben al samen het plannetje besproken wat we gaan doen. En ik kan hier al laten zien wat we allemaal gaan doen. Ja, dit is de Camargue-regio.
Hier zie je ook Arla. En wij gaan dus straks hier zo naartoe. En dan rijden wij in eerste instantie helemaal naar het zuiden van het gebied. Want hier, vlakbij het dorpje Salon de Giraud, zijn fantastische zoutmeren. Die zijn fel roze. Nou, die flamingo's zijn overigens ook flamingo's. Heb ik nog niet eens verteld. Maar er zijn flamingo's en wilde paarden. En die flamingo's zijn dus ook roze. Omdat ze die roze algen uit deze roze zoutmeren eten. Hartstikke leuk om te zien. Daarna rijden we een stukje door. Hier zijn een paar mooie Park for Night camperplekjes. Daar gaan we overnachten. En op dag 2 rijden we de rest van de route. Naar het dorpje Les Saintes Marie de la Mer. En dan uiteindelijk rijden we zo weer het gebied uit. Dus het beloven 2 mooie dagen te worden. Lekker veel natuur. En we gaan gewoon weer lekker genieten. Zoals altijd, lekker genieten. En we zijn heel erg nieuwsgierig en benieuwd wat dit prachtige natuurregio te bieden heeft. We zijn aangekomen bij Zoutmeren, vlakbij het plaatsje Salon de Giraud. En we gaan ze maar eens even kijken. Ja. De meren zijn felroze, dat komt door een bepaald alg wat hier leeft. En er zit hier een observatieplatform. Wie weet zien we daar nog wel flamingo's? Ja, die leven hier ook. En andere type vogels. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Kom, we gaan. We zijn wel weer. Het viel een beetje tegen. De zon staat vol op het water, dus je ziet de roze kleur helemaal niet. En er zijn ook geen flamingo's. Maar we hebben wel geleerd dat het zout dat hier wordt gewonnen, dat het wordt gebruikt voor het merk La Baleine, wat ook in de supermarkt in Nederland ligt. Dus dat is dan weer grappig. We gaan gauw door naar het volgende punt. Wie weet zien we op een ander punt wel flamingo's. Ik zie hier achter wel een zeehond, die leeft hier wel. Maar die is aangespoeld. Ik ga me even redden. We reden net van de Zoutmeren op weg naar de vuurtoren. We hebben even geparkeerd, want er zijn flamingo's. Wilde flamingo's. Leuk joh! Jouw eerste keer toch? De allereerste keer dat ik wilde flamingo's zie. Ach man. En Fief zei het al. Het is heel gek dat met flamingo's die pootjes de andere kant op knikken. Ja, dat is toch inderdaad wel zo gek. Ze zijn lekker aan het forageren. Zijn ze anders dan in de dierentuin? Ja, dat is veel bijzonderder. Veel mooier. Dat is een veel mooier dier. Deze zijn vrij. In de dierentuin zijn ze gevangen. Mooi. En hier lopen er 3. Maar daarachter lopen er nog een paar. En we kunnen er zo 13 tellen. Toch leuk. Toch leuk. Verder gereden, flamingo is achter ons gelaten. Ik hoop dat we er nog meer gaan zien. We gaan nu naar de vuurtoren wandelen. Hier hebben we het kaartje weer. We zijn straks dus naar deze zoutmeren gegaan. Nou, daar viel het een beetje tegen. Toen zijn we doorgereden. Hier onderweg zagen we de flamingo's. En nu zijn wij hier. En we gaan naar de Gatchol Lighthouse. Stukje wandelen, kwartiertje wandelen. Daarna weer een kwartiertje terug. Laten we hopen dat er ook flamingo's zijn, hè? Dat zou toch wel leuk zijn. Flamingo's!
nu 4 uur in de middag. En zoals je kan zien gaat de zon al een beetje onder. Vannacht, afgelopen nacht, is de klok namelijk verzet. Dus over 2 uurtjes gaat de zon alweer onder. Dus we breien er langzamerhand een eind aan van vandaag. En we hebben het doel van vandaag gehaald, of niet? Ja, en we zien hier ook bij dit licht het landschap heel mooi. De flamingo's komen heel mooi uit. Dus ja, het is heel tof. Het doet een beetje denken aan de Waddeneilanden. Ja, ja, ja. Toch? Ja, een beetje het gevoel alsof je ergens op de Schelling of Vlieland loopt. Ja. Alleen lopen je flamingo's en die zijn er niet natuurlijk op de Wadden. Nee, die zijn helaas niet bij ons in Nederland. Maar het doet inderdaad wel heel erg denken aan de Waddeneilanden. Het is winderig, het is vlak moerassig. Zoute lucht. Nou, we sluiten hem af. We gaan lekker terug naar de camper. Want we kunnen hier ook overnachten in dit gebied, wat fijn is. Dus we gaan ze lekker chillen. Heerlijk. Goedemorgen, Viv. Goedemorgen. Smaakt de koffie? Lekker man, met dit uitzicht nog veel beter, joh. Word je wakker met uitzicht? Vliegende flamingo's. Met vliegende flamingo's, ja joh, wie kan dat zeggen? In de Camargue, in Zuid-Frankrijk. En daar op die plas, daar zitten ook weer een aantal flamingo's te fourageren. Het is een beetje ver weg om vast te leggen op de video. Maar dit is wel heel uniek hoor. Net kwamen er al 2 flamingo's voorbij vliegen. Dit heb je niet vaak, dit is wel hartstikke mooi. De koffie heeft heerlijk gesmaakt en we zijn weer klaar om te vertrekken. Dag 2 in de Camargue. Ja, en we hebben het kaartje weer. En we zijn nu hier bij de vuurtoren. Daar zijn we dus gisteren gelopen, dit kleine stukje. Ja, nu gaan we deze hele route rondom dat grote meer rijden. En onderweg komen we op een aantal uitzichtpunten. Het belooft gewoon hartstikke mooi te worden. Overal zijn hele mooie flamingo's. Hier is de Pont du Gau. En daar blijken de meeste flamingo's van het park te zitten. Honderden bij elkaar. Hopelijk komt dat uit. Zou wel heel erg tof zijn. Gaan we naar het dorpje. Les Sainte-Marie. Een stukje langs het strand wandelen. En daarna gaan we verder. Omdat gisteren de zoutermeren in het oosten van het park een beetje tegenvielen. Gaan wij ook nog later vandaag hier naartoe. Hier zijn andere zoutermeren. Dus hopelijk is dat een stukje mooier dan gisteren. Dus motor aan, rij je maar. Flamingo's. Hartstikke mooi om te zien. We zijn aangekomen in het vogelpark Pont du Gau. En hier leven honderden flamingo's. Nou, we dachten in eerste instantie hartstikke toeristisch. Die vogels worden hier gehouden. Is dat nou echt natuur? Maar het is een wildpark, dus ze kunnen gewoon in en uit vliegen. Dus ja, het is in feite gewoon wilde natuur. En als echte vogelaars gaan wij gewoon even lekker naar de flamingo's kijken. En het leuke is dat ze hier gewoon op een paar meter afstand staan. In grote getalen. Ah!
de wereld leven 6 verschillende soorten flamingo's. En de flamingo's die we hier zien, dat is de Greater Flamingo, ofwel de Grote Flamingo, ook wel de Europese Flamingo genoemd. Nou, waar leven ze dan? Ja, uiteraard ook in Europa. Maar nou, ze komen nog veel meer voor in Azië en in Afrika. Maar dus ook in Europa. Alleen langs de kusten van de Middellandse Zee. Een stukje Spanje, Portugal, Italië, ja, en dus ook Frankrijk. Leven er ook nog ooievaars hier. Dit is wel leuk. Een ooievaar met een baby ooievaar. Au revoir. We zijn weer terug bij de camper. Ja, we hebben even door het dorpje gelopen, maar veel meer dan een toeristisch souvenirdorpje was het niet. Dus we zijn weer terug bij de camper. Het was in ieder geval wel super leuk om alle flamingo's hier te zien. Dat was een bijzondere ervaring, toch? Jeetje, ik had niet verwacht dat we zoveel flamingo's zouden zien. Super leuk. In het wild, voor mij de eerste keer dat ik echt wilde flamingo's zie. Voor jou niet de eerste keer, maar... Het maakt het nog steeds heel bijzonder. Ja, zeker weten. En nu gaan we ons maar eens voorbereiden op de volgende bezienswaardigheid. En dat is... Carcassonne! Carcassonne! Ja, hey. Daar gaan we nu heen. Ik ben heel benieuwd. Misschien gaan we nu eerst even een potje Carcassonne naar binnen. Oh, zullen we dat doen? Yes! Goed idee.